Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Sebastiaan, voor de mensen die dat nog niet wisten. En ik ben hier vandaag bij Immersive, dat is naast Streetwise mijn tweede bedrijf. En de meeste mensen zijn hier natuurlijk vanwege mijn vorige video op het Streetwise kanaal. Maar dit is dus de eerste echte video bij Immersive. Ja, en wat gaan we vandaag doen? Kan natuurlijk niet anders als Formule 1 2020. De game is net uitgekomen, dus het leek me leuk om eventjes te gaan starten, een carrière te maken, het eigen Immersive race team te bouwen. En ik hoop dat jullie dit een toffe video gaan vinden. Ik zou zeggen, laten we gaan kijken. We gaan eerst een team opbouwen en daarna gaan we samen die race inzetten. Nou, uiteraard, teamnaam Immersive Sim Racing. Dat is waar het allemaal begint. Dat is hoe je een pro wordt. Dus ik zou zeggen, kom een keer langs. Dus we moeten een hoofdsponsor tekenen. Nou, we beginnen met een sponsorcontract. Dus je hebt verschillende opties. Je ziet dat je een doelbonus hebt en een wekelijks inkomen. Nou, we gaan even iets zoeken waarbij we de doelen makkelijk kunnen halen. Ik wil het niveau niet te makkelijk zetten, dus ik wil wel van challenge. En ik denk 5 constructeurspunten moeten doen zijn, dus we gaan voor Shark. Zonder een power unit kan onze auto niet veel. Dus nu moeten we een power unit leverancier zoeken. Onze power unit moet zowel prestaties leveren als duurzaam zijn. Maar we moeten ook onze financiën in de hand houden. Er zijn tal van andere gebieden waar we ons geld ook in moeten investeren. Nou, we gaan sowieso voor Honda natuurlijk. Gewoon de lekkerst klinkende motor. En die ligt natuurlijk ook in de Red Bull, dus ook wij gaan hier gewoon een succes van maken. Onze power unit moet zowel prestaties leveren als duurzaam zijn. Maar we moeten ook onze financiën in de hand houden. Er zijn tal van andere gebieden waar we ons geld ook in moeten investeren. Ik heb het idee dat het zelfs een beetje aan het herhalen is. Prestaties leveren als duurzaam zijn. Maar we moeten ook onze financiën in de hand houden. Er zijn tal van andere gebieden waar we ons geld ook in moeten investeren. Nou, je hoort het. Nog steeds belangrijk dat we het geld in de gaten gaan houden. Ben ik helemaal met hem eens. Dus even kijken wie we in de auto gaan zetten. Ze hebben dus verschillende ervaring, race pace, bewust en tempo. En als ik het zo... Oh jee, Nick de Vries. Ja, als we voor een Nederlander kunnen gaan, dan gaan we natuurlijk voor een Nederlander. Dus ik denk dat het Nick de Vries gaat worden. Tempo is ook goed, bewust is goed. Het is natuurlijk wel de duurste kleur. Maar dan mag de pet niet drukken. We gaan gewoon voor een Nederlands team. Duurzaam zijn. Maar we moeten ook onze financiën in de hand houden. Er zijn tal van andere gebieden waar we ons geld ook in moeten investeren. Nou, als we ergens op gaan besparen, is het wel die gast, want die blijft maar lullen. Ik heb hier eventjes de auto al gewoon samengesteld. De paintjob, logo's, etc. Vrij simpel, wit en zwart. Beetje ook immersive is dat, dus ik vind het wel tof. Ik ben benieuwd of jullie hele kleurrijke auto's hebben of dat jullie het ook simpel gehouden hebben. Dus laat het even weten in de comments. En dan gaan we gewoon lekker naar de eerste training. Nou, zoals jullie zien heb ik de training afgerond. Baanacclimatisatie heb ik paars gehaald. Was op zich redelijk makkelijk. Bandenmanagement ging goed, ook paars. Brandstofmanagement groen volgens mij. ERS manager, paars. Kwalificatietempo niet gelukt. Ik doe alles ook maar één keer, dus als het niet lukt de eerste keer, dan houdt het op. En de race-strategie paars. En de teamdoelen, volgende keer toch even de auto-afstelling nog veranderen. Dan kan ik die ook gewoon lekker paars halen, zeg maar. En dan zit de training er wel op. En dan kunnen we door naar de kwalificatie. En zo te zien wordt dat een regenkwalificatie. Dus ik ben benieuwd. We hebben natuurlijk nog niet in de regen gereden. Geen idee hoeveel grip er ligt. Ik heb ook geen idee hoe snel we zijn. We staan nu op 85 difficulty. Dus dat wil ik ook langzaam gaan verhogen. Natuurlijk wat assist uitzetten. Maar ik dacht voor de eerste race gaan we gewoon even kijken hoe we ervoor staan. Nou, we vertrekken dus vanaf de wets. Dat is full wets. Nog niet eens inters. Dus let's go. En kijken of we er wat van bakken. Nou, de lichten zijn uit en dan gaan we. Eerste bocht. Iets te vroeg op dat gas. Je ziet ook op die curbs is te glad. Ik ben gelijk te glijden. Onderstuur, overstuur. Nou, we liggen gelijk al flink achter de tijd van Hamilton. Dus ik was al bang dat het niet goed ging komen. Maar we moeten nog een heel rondje, dus we kunnen misschien nog wat tijd goed maken. Short shiften de bocht uit. Zorg dat je wat tractie krijgt. Probeer van de curbs af te blijven. Rustig het gas op te bouwen.
Ook hier weer short shiften de bocht uit. Weinig toeren maken. Als je eenmaal grip krijgt, vol het gas door. De auto is heel onstabiel, zie je. Van de curb af. Ook hier weer vierde versnelling, short shift. En Hamilton loopt echt al behoorlijk uit. Ondertel staat Bottas nog op P1. Weer op het randje. Terug naar de vierde versnelling, volle bocht door. Ook hier weer wat overstuur. Terug naar de eerste versnelling om de auto wat meer rotatie mee te geven. 2, 3 short shiften. Vierde versnelling. En vol gas de bocht uit. En ik ben benieuwd, Hamilton zet nog de snelste race ronde. Mag vertrekken vanaf P1 dus. En dan komen wij binnen op de 20ste plek. En dat is niet gek, want we zijn inmiddels met 11 teams, dus 22 posities. We zijn geen laatste geworden, dus de stop. We zijn helemaal klaar voor de race van morgen, maar laten we eerst eens zien wie er vooraan de grid komt te staan. Hamilton, Bottas en Alexander Albon. Nu de kwalificaties afgerond zijn, blijft alleen het hoofdevenement nog over. We zijn morgen live, zonder reclame, voor de Grand Prix. Vergeet dus niet te komen. Oké, en dan staan we aan de start van de allereerste Grand Prix. De Grand Prix van Australië. Alle lichten zijn uit en we zijn vertrokken. En op zich, slechte start. Ik word gelijk onder druk gezet door Russell Grosjean. Belangrijk in de eerste bocht om die zonder schade door te komen. Vooral aan de achterkant van het veld loopt het nog wel eens vast. Dus we proberen hier schadevrij doorheen te komen en de ruimte te geven aan Grosjean aan de zijkant van ons. Ik zie al wat washboards vliegen, dus er zijn al wat auto's met schade. Achter de Vries ons teamgenoot. Onder de achtervleugel. Buitenkant houden. Proberen voor Grosjean te blijven. En we laten het mooi van binnen naar buiten lopen en we hebben onze positie behouden. Nu een kwestie van aansluiten op de Vries. En de wedstrijd vanaf daar voortbouwen. In tegenstelling tot de vorige game zie je dat je de AI een stuk beter is geworden in het volgende eerste rondes. En voorheen kon je iedereen inhalen, zeg maar in bocht 1. Want er een trein vormde, maar nu gaat iedereen een stuk sneller doorheen. Dus het is goed om te zien dat het in ieder geval verbeterd is. Ja, slechte lijn. Vol over de curbs hier. Zorg dat ik niet het gras in kom natuurlijk. We proberen gewoon die aansluiting te houden de eerste rondes. En een beetje aanvoelen of ik een beetje tempo kan bijhouden. Wat er bij deze setting hoort. Ik stond op 85 had ik volgens mij al gezegd. Dan gaan we kijken of we het langzaam naar 90 kunnen opbouwen. Ik dacht er eventjes aan om er voorbij te gaan, maar probeer nou eerst hier onder schadevrijheid door te komen, voordat we de hele race verpesten. Een beetje afstand houden hier die eerste bocht in. We gaan voor de goede exit. We komen een beetje dichterbij, maar we zitten nog te ver voor een inhaalmanoeuvre, dus voor nu blijft het volgen. Aan deze bocht op derde versnelling, vierde versnelling shortshiften. We er dicht op. Misschien dat we zo meteen een inhaalpoging kunnen inzetten. Ik zit wel te kijken, maar ik besluit om het nu nog niet te doen. Je ziet ook dat er langzaam wat ruimtes gevormd worden tussen de auto's. Iets te diep. En dan zitten we vol de aanvallen op van de Vries. Niet de Vries moet ik natuurlijk zeggen, niet van de Vries. Ook Grosjean die achter hem zit, zit op 2/10, dus die probeert mij natuurlijk ook in te halen, dus dat moet je ook in de gaten houden. Opnieuw een beetje aan de ruime kant, maar corrigeer hem op tijd. Een goede exit, we zitten er korter op als de vorige rondes. Dat zou interessant kunnen zijn. Duiken onder de achtervleugel. De slipstream is wel minder sterk in deze game als in de voorgaande.
pass when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Vanaf nu is ook de DRS te gebruiken. Voor nu is het gewoon nog een kwestie van volgen. Van der Vries gaat hier eerder op de rem als ik had verwacht. Ik moet ontwijken en ik raak hem hier in de zijkant. Nou, gelukkig als er al teamorders zijn, komen die van mezelf aangezien ik de teambaas ben. Maar dat is geen nette inhaalmanoeuvre natuurlijk. Was ook helemaal niet de bedoeling. Ik had niet verwacht dat hij zo vroeg zou remmen. Ik dacht dat we nog wel wat verder moesten. Maar goed, we zijn er voorbij. Dus nu over naar beneden. Focus erop en zorgen dat we zo snel mogelijk aansluiten bij Giovinazzi en Raikkonen. En natuurlijk ook zo snel mogelijk de ruimte creëren met de Vries. Zodat we in ieder geval laten zien ook dat we sneller zijn dan dat hij is in de auto. En dat we niet als een of andere torpedo die plek voor niks opgeklinkt hebben. Ja, we beginnen langzaam de aansluiting terug te krijgen met Giovinazzi en Raikkonen. We komen nu dus ook binnen de DRS-zone op 3/10. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to next too soon. Nou, heeft Giovinazzi natuurlijk ook de slipstream en de DRS van Raikkonen. Dus het is moeilijk om ze voorbij te komen. En ik dacht er even aan om hem ernaast te zetten, maar dit keer ging dat gewoon niet lukken. We zaten nog niet dichtbij genoeg. Een hele gekke lijn hier, waardoor ik een beetje gas los moet laten en toch weer die aansluiting mis. Ik sta hem nu ook op low, omdat ik met de DRS denk wel bij te kunnen blijven. Nou, we zijn in ieder geval een stuk sneller dan Giovinazzi en Raikkonen dan. En ook de Vries die laten ver achter ons. Heel dicht op Giovinazzi, we zoeken het gaatje. We proberen hem een fout in te drukken. Ook hier een beetje verrast weer door het rem, dus ik denk ik kies toch de lijn om hem te ontwijken. Kost me wat tijd, niet een ideale exit. Maar zolang we maar binnen DRS blijven, is er niet zoveel aan de hand. Ik heb vol over de curbs om die aansluiting te houden. Goede exit hier. Met de DRS en Ridge komen we hopelijk weer wat dichterbij. Met de laatste sector in, sector 3. Vol over de curb hier ook, zelfs een beetje het gras in. Ik ben echt vol aan het pushen nu. En je merkt toch ook dat er een beetje dirty air van de auto voor je afkomt, waardoor je een beetje onderstuurt naar de zijkant. Nou, ze lopen tegen ons pitwindow aan, dus we moeten proberen nu zo snel mogelijk te gaan. Hopelijk iemand nog bij Giovinazzi nog voorbij voordat we de pits ingaan. Zodat we ook Raikkonen onder druk kunnen zetten. Als ze dichtbij hebben in deze sector nog niet gezeten. Klein beetje overstuur met de curbs aanreiken. Weer een slechte exit. Ze verliezen hier wel wat tijd, maar dat kunnen we wel weer goed maken als we zo meteen de DRS-zone inkomen. Dan rijden we er weer naartoe. Nou, je merkt ook wel dat ik wat slordiger word. Dus hier wat daar wat foutjes, omdat ik probeer echt alles uit die banden te halen. Vlak voor de pitstop. Weer op het randje. DRS open. Net als Giovinazzi voor ons. En hier zit ik daarnaast vol in de remmen.
En net binnen de lijnen gehouden. Giovinazzi voorbij, Raikkonen gaat de pits in. Ze doet undercut op ons. Nu is het de kwestie van zo snel mogelijk lappen. En dan hopelijk, als we de pitstop gedaan hebben, voor hem uit te komen. Terwijl Hamilton niet voor ons de pitstraat uitkomt. Gaan we eromheen? Dat is de kwestie van wat gaan we doen. Half het gras op. Hij houdt dus wel op natuurlijk nu op dit moment. Maar uiteindelijk is Hamilton wel de snellere. Maar ik ga toch hier proberen er voorbij te steken. Vol de rem in. Overstuur. En we zijn er langs. Nou, weet ik niet of het sneller was om hem voor te laten of niet. Maar ik wou hem gewoon echt niet laten ophouden. We moeten zometeen voor Raikkonen die pit weer uitkomen. Nou, natuurlijk Hamilton vol op onze achtervleugel de hele tijd. Dus het is belangrijk om ook een beetje verdedigend te rijden. Zodat hij niet gelijk nazet. En natuurlijk elke keer onze apex te raken. Een goede exit. Ook hier weer een beetje overstuur. Je merkt dat de banden toch wel aan het verslijten zijn. Ook hier weer een iets verdedigende lijn. Hamilton zit echt heel dichtbij. Binnen de tiende. Nee, versnelling te ver terug. Vol de rem in. En dan wordt het nu tijd voor ons om te boksen. We gaan de pits in. Nou, we hebben een goede pitstop nodig. Teamgenoot komt achter ons de pits in, dus het is extra belangrijk dat we nu een goede stop maken, dat we hem niet ophouden. We willen natuurlijk ook dat de Vries zo goed mogelijk scoort. Nou, we zijn in ieder geval voor Giovinazzi gebleven. En Raikkonen is uit de sessie, zie ik net. Dus dat betekent dat we hem niet... Ja, tenminste, we blijven er sowieso voor natuurlijk. Maar het zou natuurlijk spannend zijn op de exit waar hij gebleven zou zijn. Maar daar zitten we nu voor. Dus het is nu een kwestie van hoofd naar beneden. En zo snel mogelijk proberen bij Gasly aan te sluiten. Nou, de afgelopen rondes is er niet veel gebeurd, maar ik kom toch langzamerhand steeds dichter bij Gasly. Met nog een aantal rondes te gaan, ga ik een beetje wijd en raak ik de barrière, maar geen schade. Dus kunnen we vol door. We zitten nog op 2 seconden, dus we moeten echt binnen die seconde komen om bij de DRS te pakken. Onze brandstof moeten we ook in de gaten houden, die is inmiddels al rood, dus dat betekent dat we iets brandstof moeten besparen nog tot de finish. Ook de engineer komt me nu melden van let op, je hebt niet genoeg brandstof om deze race af te rijden. Dus ik ga terug naar low, in dit geval de versie arm, armbrandstofmengsel. Om brandstof te besparen en hopelijk toch snel die aansluiting te vinden ook. We moeten binnen die seconde gaan komen. 1.1, nog steeds niet genoeg om binnen de DRS te zitten. Terwijl Valtteri Bottas de snelste ronde rijdt met 1.25. Weer vol op de limiet, helemaal op de curbstones. En op het groene astroturf. Belangrijk dat je de auto goed oplijnt voor die laatste bocht. Beetje inhouden zodat ik hier vroeg op het gas kan. En dit was de snelste ronde, de ene laatste ronde was de snelste ronde. De auto wordt natuurlijk ook lichter, minder brandstof. Nog steeds op die 1.2, dus we zitten heel dicht bij de DRS-zone. In 0.9, we zitten in de DRS. Moeten we dit vasthouden, zodat we zo meteen kunnen aansluiten. Op het 7. Gasly wordt toch een beetje opgehouden door Magnussen. Ik weet niet wie goed wie ervoor zit. Volgens mij is het of Perez of Ocon.
Je rijdt nog een beetje los te raken, terwijl Valtteri Bottas de eerste Grand Prix wint. Inmiddels binnen de DRS op Gasly. Op het randje hier. We gaan te wijd, waardoor we hier net met de wielen in het grind komen. Iets te diep gaan, ook in het gras raken, te vroeg op het gas en we spinnen. Zal je net zien, eigenlijk hadden we niks meer te verliezen. Hele grote voorsprong wordt hier van Nazi en dan toch in die allerlaatste bocht. In de laatste bocht gaan we iets te vroeg het gas op en spint de auto. Ze moeten de auto terugbrengen en komen helaas op P17 binnen in plaats van P16. Maar voor een eerste race is dat natuurlijk helemaal niet slecht. Terwijl we ook nog eens zonder brandstof komen te zitten in die laatste meters. Het is maar goed dat we nog een beetje momentum hadden en over de finish rollen. En de coureur van de dag, Romain Grosjean. Ik ben toch benieuwd waar die dag gefinished is. Mercedes is wederom in topvorm na een geweldig raceweekend. Het is prachtig om ze weer op het podium te zien. Bottas heeft de race gewonnen met als tweede Albon en op de derde plek Leclerc. Dat is in ieder geval een mooi divers podium. Eens kijken waar de coureurs staan. Valtteri Bottas pakt de eerste plaats en is nu de leider in het klassement. En Bas van Damme... We zijn hier met een mooie zevende positie. Daar mogen we best trots op zijn. Dus wie weet gaan we voor de volgende race het niveau wel iets verhogen. Zodat we nog meer in de achterhoede zitten. En uiteraard, nieuw team. De fans leken er echt van te genieten. Het zag er zo gemakkelijk uit. Hanteerde jij vandaag de verkeerde brandstofstrategie of was het je management? Nou, we kunnen dat toch wel zeggen dat ik te lang in een rijk benzinemengsel heb gereden. En met die laatste spin was dat net even de druppel. Alle verwachtingen. Wat is je geheim? Nou, natuurlijk hè, om het team even te boosten. Een fantastische auto, een fantastisch team. Super, dat was het. Nou, we hebben hier de teamstatistieken voor deze race. We zien dat we €20.000 aan schade hebben gereden. Wel gaaf dat het in deze nieuwe game zit. En dat was de afsluiting van de eerste race. En dan gaan we door naar de tweede ronde, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Nou, dat is iets voor een nieuwe video. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan niet te abonneren, even een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video.